hoor. Quincy Promes op een Drake sample. Ja, was... Man. Is dit Wout? Die leven gaat te snel, niemand die even wacht. Ja! Ja! Dames en heren, welkom back bij een nieuwe episode van de Pasta Ouds podcast. Zoals elke week ben ik hier met niemand anders dan mijn boys, Ralle Smits, Jurmaas, mezelf Wout Zoetekouw. En vandaag zijn we back om alles rap en hiphop van de afgelopen week te brengen naar jullie oren. Dus ja, als je op YouTube kijkt, like de video, abonneer, comment welke track deze week het beste was. Luister op Spotify, geef die 5 sterren, doe dat. We zijn bijna bij de 105 sterren en dan komt de gastenpodcast back. Dus als jullie dat even gaan doen, kunnen wij de podcast instarten. Man, let's get it. Yo, 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 mensen. Ja, zoals Wout al zei, man, we zijn weer back. Er is deze week genoeg drop, man. Wat Jack, week, ja, drukke week, man. We hebben echt moeten skippen gewoon, man. Ja, dus, shout-out aan iedereen die nu niet in deze podcast zit, maar wel de tune heeft uitgebracht. Shout-out naar jou, we zien je wel. We kunnen je helaas even niet bespreken, man. Heel veel muziek deze week. Heel veel muziek. Noah's Ark dropte een nieuwe tune. Cor en Hef kwamen met een nieuwe tune. Jack, DJ Dylan en ADS Samsky kwamen met een nieuwe tune. Chona kwam met een nieuw album. Jojo kwam met een nieuwe tune. En echt nog veel meer dan we bespreken. Maar laten we eerst even een stukje actualiteit pakken, man, boys. Let's go. Want, doe dat. Want er is weer een hoop gebeurd. Hey, wat was deze week, zo zeg ik, de main topic? Maar toch wel de AFAS-shows, de AFAS-show, of niet? Toch, de AFAS-shows. AFAS was lid afgelopen week, man. Ja, we maken altijd een podcastbestandje waarin dan staat wat we gaan bespreken. En deze week stond dan Lijpen en Jonna in AFAS. Maar je kunt niet eigenlijk alleen zeggen Lijpen en Jonna. Jonno, wou ik bijna zeggen. Shout-out naar Jonno, maar het is Jonna. Iedereen was daar, man. Zo. Van Steven Bergwijn tot aan Lil Kleine tot aan Naro. En die dingen daar. Dat vond ik misschien wel het mooiste. Dat die guy daar gewoon blam backstage was. En gewoon de hele tijd met iedereen. En die dingen daar. Dat vind ik zomaar. Ja, uit die tune. Echt lievelingstune van mij gewoon door hem, man. Maar... ja, hij had eigenlijk, dat was ook perfect voor die hele ding, toch? En had coverage overal. Ja. Ja, wat een show, man. Ja, yo. Goed. Dus Jonna, die show doet dan inderdaad en dan aankondigt dat hij die nacht een album gaat droppen. Dat is al mad shit. Holy Kijk, shit. Over het album, daar komen we later veel op meer in de podcast. Want heel dat album gaan we bespreken voor jullie. Maar dat vond ik wel sowieso echt een boss move. En zag er ook echt gek uit. Meteen aangekondigd dat hij in Ziggo Dome staat volgend jaar. Dat is ook wel, hè? En, zeg maar, want dat is inderdaad... Mensen praten altijd van... ga je een show geven en dan waar. Bijvoorbeeld dat Boef ook de AFAS zoveel keer heeft uitgekocht. Dat hij niet de Ziggo Dome pakt. De Ziggo Dome is zeg maar toch nog een niveautje omhoog met toch, wat je denkt te gaan verkopen. Waar las ik het nou? Ik dacht dat Jonna nu de derde Nederlandse rapartiest is. Die het nu in de Ziggo Dome. Ja, ik weet, je hebt Kleine. Kleine. Er was er nog eentje, maar die weet ik even niet meer. Ik weet niet of dat Ronnie is of... Dat zou een logisch zijn, maar ik ga geen uitspraak doen. Ik weet het ook niet. Maar dus dat is heel dope. Ik moet ook wel zeggen, wij moeten vaker represent zijn bij dat soort dingen. Man. Ja, want we nodigen ons gewoon uit, man. Wij willen ook gratis komen. Nee, sowieso. Ja. Maar, accreditaties komen wel goed in de toekomst. Dat denk ik ook wel. Maar dat was echt dik, man. Ja. Een hele zieke show. Ik zag Kleine kwam ook op. Mm-hmm. Hij deed een tune, man. Weet het? Kan ik nou niet op de tune. Gewoon een van mijn lievelingstunes van New Wave. Wat, Liegen voor de Rechter? Dat staat niet eens op New Wave trouwens. Maar dat is echt een van mijn favoriete tunes van Lil Kleine. Inderdaad, die kwam hij op. Super hard was dat. En veel meer, man. Veel meer artiesten ook. Ellen's in de audience. En dan, want bij Jonna, maar dan heb je de volgende dag dus Lijpen. En Lijpen had ook mad mensen meegebracht. Ja, ook weer met Ismo. Hij had met M's had hij die 101 gedaan. En die pokoe die op Trobi's album staat als eerste pokoe. En dan heb je die naam kwijt van die track. En ook nog andere artiesten. Hey. En het mooie aan Lijpen is, het is zo simpel. Het is gewoon Lijpen. Ja, precies. Nee, geen gekke tirelantijnen poespas. Gewoon spitten. Want over Lijpen gesproken, inderdaad. Ja, ik wou nog even toe. Ik weet niet of je die wilde gaan zeggen. Misschien ja, wel. Ja, ja, maar ja. Hij was met Henkie op het podium. Op het laatste. En hebben ze aangekondigd dat ze met z'n tweeën ook een tape gaan gooien.
Komt hij echt? Shit, dat is heftig. Want, hey, Henk heeft daar wel eens al, zeg maar, naar gesuggereerd. Maar Henk, die deed een soort van een appreciation post, weet je, van lijpe showtje ben ik mee op het podium geweest. En hij zei, scrolt de laatste slide en zie hem op het podium staan met lijpe en dan zegt hij van, er komt een tape aan binnenkort. Vet. Hey, man, vet. Henkie en lijpe voor de streets. Beter? Of Henkie, alsjeblieft man, gooi even Nines op een van die pokoes. Zet Nines, want ik wacht heel dit jaar op een pokoe van jou met Nines, Henkie. Dus. Er waren sowieso veel live shows. Was ook in Tilburg was dit weekend een dikke live show. En Hef had daar op een beat van Biggie, was hij ook gewoon aan het freestylen. Ja, en hij fokt dit in true Hef session, fokt hij het eerste keer gewoon weer op. Hef heeft zo vaak ook met Eel en Bas gewoon shit opgefokt, te vroeg zitten met Bas. Zo. En dat deed hij nu weer. Maar hij gooide een paar bars, joh. Ja, dat is wel heel sick. Maar lijpen, want daar kwam het eigenlijk op neer. Ja, hij heeft ook een nieuwe track gepreviewd. Ja. Afgelopen week, die Sabber heet. Dus laat me die even, ding, man. Laat me die even horen. Ondanks alle tegenslag hier, we hebben kracht. Die leven gaat te snel, niemand die even wacht. Voor wie net een witte lak is nog eens weggebracht. Voor iedereen die hier op cellen wacht. Ik heb maar uit de wisser aan en hoor mezelf zacht. Ja, dat is wel genoeg. Dat is wel genoeg. Maar nieuwe lijpen on the way dus ook weer. Super hard. Man. Hard. Lijpen is gewoon ziek. Zeg maar, we hebben een keer een convo gehad of hij underrated is, overrated. Maar die man heeft de straten van Nederland op slot. Gewoon. Ik denk, in hindsight, ik denk ook vaak terug aan die convo die we toen hebben gehad. Ja, dat klopt. Ik ook nog wel eens. Ja. Zeker na die show van de afgelopen keer. Dat ik denk van, misschien zouden we onze mening nog wel eens... Ik heb ook de cijfers gezien. Hè, wat die man aan cijfers doet, is heel eerlijk. Maar je komt meteen op disrespect uit. Ja, als je zegt dat iemand underrated of overrated is. Maar niemand doet meer cijfers dan lijpen. Lijpen, man. Alright, laten wij doorgaan. Laten we even in het previewstraatje blijven. Want Ronnie en Anton dropt ook een nieuwe preview. Ja. Dit komt niet uit de lucht vallen natuurlijk. Want we hebben ze al vaker wel in de studio gezien. Ja, hè? Ja. En, Is ook wel, ik vind het een logische combo. 100%. Maar wat voor soort shit gaan we horen, Wout? Ja, dit is dus die track was zeg maar op een Ja de Anna reel of TikTok of zo. Ja. Dan hadden ze zeg maar een versnelde versie van die TikTok gezet. Okay. Dus toen is er een producer geweest. Die heeft dus zeg maar die pokoe. Zeg maar langzamer gezet, dus die ga je nu even horen. Flex hebben samen een liedje genaamd Sliden gemaakt. En ik zie daar net de speed-up versie van op mijn For You page voorbij komen. Dus ik ga nu even die speed-up versie vertragen. Vet. En dan gaan we luisteren hoe het liedje op normale snelheid klinkt. Nou, als jullie er klaar voor zijn. Met tanden in je waist, ja ik ga voor jou kiezen. Door jou heb ik tekort aan melatonine. Nu kan ik niet slapen, ik heb het al dagen. In mijn dag dromen, daar kom jij opdagen. Hit! Ja, wordt een hit. Klinkt als een hit. Gooi hem meteen. Het gouden hieraan is ook dat deze guy had hem dus de snelheid veranderd naar 90 bpm. Ja, ik weet eigenlijk wel wat je wil gaan zeggen. En Anton heeft ook gecomment dat toevallig die pokoe precies 90 bpm is. Dus hij heeft hem precies goed, dik, zeg maar, precies dik, goed gezet. Ja. Dat vind ik wel mooi van Anton, dat ik denk van, dit is lachen man, dat die jongen dat doet. Ik zie Anton 100% nog een keer aanschuiven in Rookworst. Ja man. Ja, ik vind hem zo'n type. Ja man. Ik vind hem echt een type voor Rookworst. Sowieso. Ja. Dus, maar laten we even doorgaan, boys. We hebben te veel te bespreken. We hebben eigenlijk weer een preview. Dit is eigenlijk een preview die... Ja, die wil ik toch even toe-eigenen. Ja, Ralf boy, mijn boy, man. Chabi. Ja. Go fuck yourself, man. Maak je grap over de beste voetballer van Nederland. Die toevallig bij mijn clubje speelt, man. En hij had weer Brocco gezet tegen... Wat was het? Tegen Fortuna. En... ik zei tegen Wout van, hey, had je gezien dat Frenna Chabi die pokoe had gegund? Want we hadden pas besproken dat Frenna een track had gepreviewd. Ja. En in één keer hoor ik die track terug in de video van Chabi. En ik denk van, hè? Dus ik zeg tegen Wout, Frenna gunt Chabi gewoon die track. En Wout zei, nee, het is gewoon andersom. En toen dacht ik, 19-jarige Chabi Simons die gunt inderdaad Frenna het podium om zijn tracks gewoon te preview van een dikke highlight reel. Het is andersom. Hij gaat je niet eens over nagedacht. Ja. Hij gaat dikker op socials dan Frenna. Dus voor Frenna is dit gewoon van, nice. Hij zet mijn pokoe onder zijn... En ze hadden dan een shared post gedaan, dus dat is heel dope. Ja, ja. Ik hoef het niet te laten horen, maar mensen horen het al in de edit, zeg maar. Inderdaad. Er staat een videootje in beeld. Het is hard. Dus... Alright, laten we dan doorgaan naar de 1-1 van deze week. Dat was er echt niet zo... Ja, dat was er niet zomaar één, hè? Ekeboes Tridouzou. Ekeboes Tridouzou. Fransrig. Fransrig. Was echt hard, hè? Zo. Dat was echt hard. Ja, dat was echt nice. En op een gegeven moment heb je die beat ook van Chill Bill.
Ja, super. Nice. Ik was me niet eens opgevallen. Kunnen we weer een lekkere, van maken. Mooi. Maar ja. Ekboes, Bart of zo, is al top 10 underrated in de game, man, vind ik. Zo, ja. Inderdaad. Ik werd er deze keer nog even keer op gewezen. Normaal heb ik altijd van... Vliegt er altijd een beetje tussendoor, zo, als hij iets dropt. Of ik luister meestal iets anders, omdat we sowieso gewoon veel shit te luisteren hebben altijd. Klopt. Maar net als die voor die sessie, denk ik echt van... Boah, maar hij kwam ook niet alleen met die sessie, want die dropte er ook een track bij. En die was ook super hard. Eens. En dan mag ik ook wel een beetje shout-out geven naar Rocky. Want hij is de laatste tijd op vuur. We zien inderdaad vaak in de pokkers ook Rocky Where You Been staan. Ja. En hij maakt harde beats. Hij maakt echt harde beats. Ja. Dus, ik vind dit super. Ik vind die Franse shit vind ik fucking dope. Dus ik vind het heel vet dat Bart of zo dat doet. Ja. Zeker. Ja. Ik vond de sessie ook heel dom dat ze op het laatste allemaal die helm opzetten. Ja, daar volgde ik nog niet helemaal, maar... Ja, ik weet ook niet precies wat het was, maar ik dacht wel van, oké, ja, ik vind het wel cool uitzien. Inderdaad, ja, dat was inderdaad wel vet. Ja, maar we mogen iets unieks bekendmaken, man. Mm-hmm. De boys van Het Moment hebben ons gevraagd om deel 2 van de line-up bekend te maken. Ja, man. Ja. Dus voor de mensen die niet weten... Het Moment is festival wat plaatsvindt deze zomer in Tilburg bij de Spoorzone, waar Woeha was voordat het naar de Beekse Bergen ging. En ja, rip Woeha. Dus hun komen terug met een festival waar... Jij sowieso, bij moet zijn. Sowieso, want wij gaan er ook sowieso zijn. Maar Kevin komt er al, Moola B komt er al, RS Tix, Samski, Dikke, Siggy en Dins, Reft en Goods, Kans. Komen al tantoename. Fucking veel. Dus je moet daarbij zijn. Maar wij gaan jullie de rest van de line-up geven als preview, man. Het Moment geeft, zoals net bij Wouter hoort, kans voor grote artiesten. Maar in deel 2 van de line-up check je ook gewoon jonge opkomende artiesten. Maar laten we beginnen, man. Hef komt. Ik wil over Hef zeggen, want inderdaad, van mensen hadden gezegd van degene die van de line-up miste, was Hef. Ja. Zoals zegt Het Moment. Alright, let's go. Regelen Hef. Fuck. Inderdaad. Man. En wat ik net al zei, QN komt, 413, Noord-Brabant, baby. Veghel represent. DJ Abstract. Verder hebben we nog For Show Bangers. Niet alleen Stix represent Zwolle, maar Nes komt ook langzaam met Guan. Hey, ja, man. En ik weet niet of jullie hem kennen, maar Boef en de Gelogeerde Aap komt, man. Ik wist het ook niet, jij zei het. Maar jij zei Iconic Act. Iconic act. Faculteit dingen, man. Ja. En verder, wat ik dus zo tof vind aan Het Moment... is dat ze naast dus gevestigde namen... ook kans bieden aan superveel jong talent. Want laat ik het lijstje gewoon even opnoemen. Noem op, man. Waarschijnlijk gaan jullie niet iedereen hiervan kennen... maar dat maakt het juist dik. Dus we hebben nog Iris Root, Fab en Paans, Claire Leon... Imani, Rockefeller Baby, Fuego Mami, Space Case, Kleine J, Young Louis en Kickflip komen nog. Sino, Leroy, Turne en het Hip Hop Journaal komt met special guest. Dus dat is super hard. En normaal koop je fucking tickets. Wij hadden al kaartjes gekocht gewoon al voordat we dit soort aankondigen. Ja, al meteen toe. Maar dus het hoop dat we de line-up verder mochten aankondigen en wij gaan er sowieso zijn. Dus, kom langs als je ons gezicht wil. Als je nog iets met ons op te lossen hebt. Maar als je ons kind mening niet deelt. Ja, alsjeblieft. Kom met ons vechten. Kom maar trouwens kijken op Het Moment, man. Inderdaad. En dan gaan wij gauw door naar de nummers van deze week. Laten we beginnen met de Paas de Aux playlist cover, man. Hey, Noah op Noah's Ark. Inderdaad. Letterlijk Noah's Ark. Oh. Noah met zwarte kat. Ja, man. Ik zie Okoyur al bijna... Ja. Gewoon, ik hoor je al geluiden maken. Applausje. Ja, inderdaad. Echt niet normaal. Dat was maar in de aanloop naar die release. Toen heb ik het niet echt meegekregen, maar ik zag hem in de playlist en ik luisterde en ik dacht, holy shit. Gewoon vanaf moment 1, klik, is het raar. Ik kan het niet echt omschrijven of zo, welke sounds ik het... Beetje sad, beetje treurig. Het neigt richting de zorghoek, maar toch ook weer niet helemaal. Nee. Maar als je een categorie zou maken binnen Nederlands hiphop, zou zorg... stijl een categorie zijn. En je zou het daaronder kunnen scharen. Ja, hij heeft een beetje van dat, zeg maar. Maar iets meer sad, iets meer rauw. Ik kan het niet echt omschrijven, maar ik had nog niks van Noah gehoord voordat hij getekend werd bij Noah's Ark. Shout-out naar Jono weer. Die had mij laatst dan wel een van zijn oudere pokoes laten horen. En weet je, het is gewoon heel uniek. Dit hoor je niet ergens anders. Ik zie niemand anders deze muziek maken. En daarom vind ik het wel een dope fit... bij Noah's Ark ook gewoon. Ja. Buiten de naam al. Gewoon qua sound snap ik dat heel erg. Mm-hmm. En het is een hele artistieke guy. Ja, dus hij is heel erg into kunst, into kleding maken, dat soort dingen. En dat zie je ook terug in die aankondigingen van hem. Ja. En de beeldmateriaal wat erbij komt kijken. Ga die video inderdaad checken. Het is echt wel echt een
conceptueel gebaseerde artiest, heb ik idee. Ja, zeker. Er is over nagedacht ook. En kijk, of ik deze tune zelf op repeat zou hebben in mijn playlist, weet ik niet. Maar ik wel. Ik vind de ik zie de kunst erin, zeg maar. Ja. Dat vind ik heel dope. En dat snap ik. Vind ik heel dope. Dat is een hele goeie. En ook natuurlijk de fit. Noah's Ark is vet. Ja. Maar over Jono gesproken, die zei ook van... je kunt het een beetje vergelijken met iemand die deze week ook is gedropt. Dave Buddha. Een jongere versie van Dave Buddha. En ik heb Dave Buddha er niet genoeg voor gecheckt. Maar weet je wel, je komt ook vaak op het artistieke uit. En ik vind dat daarom ook zorg, die soortvergelijking. Het is breder dan. Ja, kijk, weet je, ik wil Noah ook niet echt vergelijken. Want ik heb het idee dat hij echt... Nee, misschien is dat het ook. Zeg maar, dus ik snap wel, de sounds komen misschien een beetje overeen met soms wat soort doet. Dave Buddha weet ik niet hoe hij vroeger allemaal klonk. Mm. Kijk, Ramite heb ik dan te vaak gedraaid. Maar hij is gewoon heel uniek. Dat heb ik vooral, zeg maar. En daarom, wij zijn op Jong Talent die spotlight geven. Daarom staat hij ook op de cover. Zeg maar, mensen hebben over het algemeen nog niet van hem gehoord of hem niet gezien. Dus dat wij hem dan meteen op de playlist cover kunnen zetten voor het extra spotlight. Dat is gewoon dope. En ga die playlist checken. Paasdags playlist, man. Ja, check hem. Laat mij het bruggetje maken naar de volgende release. Want dit is het enige waar ik me zeg maar... Sure. Wat ik mezelf kwalijk neem. Doe je ding. Is dat we nou twee pokoes van Jojo R hebben gehad. In een maand tijd. Die allebei tand to hard zijn. Ja. En dat Jojo nog geen cover heeft. Ja. Dat is het enige wat ik mezelf kwalijk neem. Want Jojo die had met mijn vriend. En dan deze met Machario. Had hij gewoon een cover verdiend, zeg maar. Ja, ja maar die maak komt je, er nog maak je wel een punt. Die komt er nog aan. Want dit, Jojo en Machario is een domme tune, man. Want Jago kwam deze week ook met dat 1-1 bars item. Oh ja. Klopt, ja. Waarin hij meer over zichzelf vertelde en zo. Maar ja, die man is ook op werk, hè. Zo, maar ik vind ook die combi van deze twee jongens echt... Heel hard, ja, man. Heel hard. Die energie... Zelfde energie is toch van dezelfde... Ik proef bij Machari ook al een beetje die wijsheid die ik bij Jojo merk. Ja? Ja. Hij vind ik ze wel een beetje op dezelfde tour zitten. Dus ik vind die combi gewoon heel goed. Ja, en kunnen inderdaad goed levelen over die shit. Dus dan rappen ze... Ja, inderdaad. Die combinatie van hun werkt gewoon samen op het track. En ik ben heel benieuwd... van Jojo verwacht ik eigenlijk ook gewoon... Nieuwe muziek eigenlijk al niet... Dat dat niet te lang gaat duren... En bij Machario weten dat al wel zeker dat er muziek aan gaat komen. Ja. Dus dit zijn... Jojo en Machario zijn twee van die boys die wij allebei gewoon hoog hebben zitten. Mm-hmm. Dit zijn echt wel spelers. En shout-out naar QC. Want QC is zeg maar degene waardoor wij Machario überhaupt kennen. Ik weet niet of jullie dat nog weten, maar QC had een pokoe gedropt met Machario. Oké. Okay. Oh ja, klopt. Ja. En die hebben wij toen besproken in de podcast. En sinds toen kennen wij hem, weet je wel. Toen hadden ze ook zijn naam verkeerd uitgesproken. Ja, inderdaad. En iconische spraak mee over gemaakt. Ja. En dus vorige week sprak ik QC ook nog gewoon daarover. En die zegt van ja man, hij is gewoon echt een getalenteerde guy. En QC heeft hem toen een... ook extra spotlight geboden. Mm-hmm. En vanaf dat moment zijn gaan rennen. Want hij heeft ook al nou tunes onder zijn belt. Ja. Met miljoenen streams. En dan nou ook een 1-1 bars item. Dat is heel dope. Volgens met Seven Adias heeft hij ook al. Dus, hij krijgt ook wel die erkenning, zeg maar. 100%. Ja, meer en verdiend. Deze twee boys zijn boys die mee gaan doen de komende jaren. Man. Zeker. Dat is niet meer over te twijfelen. Echt niet. Van boys die al die mee gaan doen naar boys die op dit moment echt meedoen. Cor en Hef kwamen met tune Sukkel. Ja, ik zie jou... Ik had er persoonlijk kan er weinig over zeggen eigenlijk, man. Ik hoor je daarin. Niet dat ik... Daarmee wil ik niet insinueren dat ik het slecht vond. Maar gewoon letterlijk... Ik kan hier weinig over zeggen. Ja, want ik hoor je gewoon. Het is zeg maar niet per se de pokko die het vaakst hoort van Hef. Het is ook niet wat je het vaakst hoort van Cor. Dus het is echt zeg maar... Het is een concept pokko wil ik niet helemaal zeggen. Maar wat ik dus het mooie of beste vind aan deze pokko is de songwriting. Ja. Dat van en Hef en Cor. En dan die chick. Ik weet niet wie die chick is die erop staat. Ik denk dat het Sulema is. En dat heb ik volgens mij ergens gezien. Feitelijk gezien dat zij getagd is met Hef, Cor, Sulema en dan Alessandro Russo. Die saxofonist. Nee, dat zou wel dik zijn, man. Volgens mij is het zo. Maar ik heb voordat ik hier naartoe ging, heb ik nog gekeken. Maar ze waren die tags eruit gehaald. Dus ik kan niet meer checken of het zo is. Ze staat niet gecrediteerd bij de echte pokken. Nee. Dus zeg maar, ik wist niet. Maar als Sulema is heel hard. Maar volgens mij wel. Ik vond dat al werken. Dat deed me een beetje terughalen naar die pokoe die nummer 1 heet. Van Hef, Kevin en Guess Who.
Nou, waar ik ook een beetje aan dacht... Maar ik vond de songwriting op deze gewoon heel nice. Over songwriting gesproken. Het bracht mij een beetje terug naar die track Sorry van Hef op zijn laatste album. Ah, ja. Dan biedt hij letterlijk aan iedereen zijn excuses aan, weet je wel. En daar kreeg ik toch ook wel een beetje hier het idee bij. Ja, ik vind het... ik snap wel wat je bedoelt. Maar voor mij heeft het ook wat te maken met die kwetsbaarheid of zo. Ja, dat ja. Je ziet die niet vaak bij Hef, toch? Nee. Ja, maar ja, ik weet niet. Dat voelde voor mij super persoonlijk, die Sorry-track. En dit voelt voor mij meer songwriting. Als ik ga een mooi nummer schrijven over een onderwerp. Met dat refrein, zeg maar. Dat refrein vond ik echt een goed geschreven refrein. Ja. Dus zeg maar, dat bleef het meeste plakken. Harde track. En met Cor komt natuurlijk een album aan komende week. Wat hij zelf heeft gezegd, dat het hardste album gaat worden van Nederland dit jaar. Ja. Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd, maar... Ik vond het wel weer een goede single, zeg maar. Ik ook, man. Breed. Deze pokoe pakt wel breed publiek. Ik wil ook even iets zeggen over die Alessandro Russo, die saxofonist die op het laatste hoort. Ja. Ik zag het en ik dacht van, wat is die link, weet je wel? Hoe komen nou Cor en Hef bij een random saxofonist die uit Italië komt, maar in Rotterdam woont? Weet je, als ik dacht van, oké, laat me even research doen. En het blijkt dus dat hij een keer... hij zit dus in een orchestra, in een orkest met een hele hoop andere artiesten. Die ze invloeden gehaald hebben uit bijvoorbeeld de Wu-Tang Clan, Jay-Z. Dus er is een orkest die maken hip-hop muziek, maar dan wel zelf geschreven. Hmm. En daar hebben ze ook een keer in 2016 volgens mij een album uitgebracht onder Top Notch. Re-Encore. Dat is echt een aanrader, boys. Die moeten jullie eens gaan luisteren. Wat een onderzoek. Re-Encore, en daar staat die Alessandro Russo. Ja, dat is echt een lijst aan mensen. Maar dat is echt Re-Encore. Ja, het is wel een bekend album, toch? Ik moet je eerlijk zeggen, ik kende het helemaal niet. Nou, Top Notch was vroeger toch echt wel op die albums uitbrengen, die bodies. Ik heb er ook een... Ja, klopt. Een of twee liggen of zo thuis. Top Notch Extravaganza en zo. Ja, die heb ik thuis liggen inderdaad. Dat soort dingen. Dat vond ik wel heel dope. Dus toen dacht van, oké, hun zijn met invloed van rap en een keer onder Top Notch een album gedaan. Dus dacht van, oké, dan zie ik wel die link, hoe dat hij dan terechtkomt. En Rotterdam. Je zei net Rotterdam. En ook Rotterdam dat inderdaad, ja. Inderdaad. Dus leuk feitje. Ja. Alright. Zullen wij doorgaan naar de volgende? Let's go. Jack met ADF Samski en... Zeg jij het even? DJ Dylan. Je zei het net. Zeg het nog even een keer? DJ Dylan. En dan op die manier? DJ Dylan. De track heet trouwens Breng Vriendin. Maar wat ik hiermee wil insinueren is... Ik denk aan Wout. De DJ tag is van DJ Dylan, man. Dus ik was die pokoe aan het luisteren en ik hoorde hem eerst op social media en ik denk, is dit Wout? Ik ging opnieuw afspelen. En volgens mij kwamen we uiteindelijk al tot de conclusie dat jij het niet bent. Nee. Maar die stem lijkt echt verdacht veel op hoe jij praat. Maar ik dacht even dat uit de vorige podcast, dat Ralf dan zijn naam niet wist, dat ik zeg DJ Dylan. Ja, alsof die dat pakt had. Het klinkt een beetje alsof... Want we hebben dat stukje niet opgesneld. Dus ik weet niet als je het versnelt of het dan zo klinkt. Maar het klonk inderdaad best wel als mijn stem. Inderdaad. Dat moet ik daar nog eens luisteren. Dat vonden we wel fat toe. Dus DJ Dylan, als het Woutse stem is. Dan wil ik eigenlijk doorgaan naar de volgende vraag. Jure, wat vond je van de cover art? Ja, nou, ik ben er niet zo fan van. Nee. Ja, ik ga je gewoon zeggen, ik vond het best wel slecht. Maar... Ja, de cover art was niet goed, hè? Ik vind dan altijd, als er een bewuste keuze is om de cover zo te doen, dan denk ik van, ja, een beetje moeiteloos, toch? Of zij moeten persoonlijk fan zijn van die stijl. Ja. Maar ik ben er geen fan van. Nee. Nee, ja, ik hoor je daar wel in. Maar laten we dat allemaal achterwege laten. Wat vonden jullie van de track? Nice. Ja, prima man. Breng vriendin. Ja, ja. Ik weet het niet. Ja. De eerste keer was niet heel erg onder de indruk. Jack was wel een beetje lui met zijn bars, vond ik. Ja, maar het is ook al een beetje die pokoe. Dat is ook wel zo. Maar ik denk dat dit degene waar ik het minst over heb. Gewoon, ik heb hier niet zo'n uitgesproken mening over of zo. Van, ja, hij luistert prima weg gewoon. Kijk, het is wel dope om hun samen te zien collaben. Jack en Samski samen op het track. Rotterdam. Dat is wel nice. Kijk, als ik het mocht ontwerpen, dan had ik het waarschijnlijk een andere sound gegeven dan wat deze sound is. Maar ja, de Breng Vriendin Tori. Mag er gewoon wezen, hoor. Ja, ik vond het wel hard. En ik hoop weer meer te zien van Jack. Natuurlijk na zijn album even stil geweest. Dit is volgens mij zijn eerste tune na zijn album. Nee. Siggy en Dance, man. Verlies zijn. Maat, ja. Klopt, ja. Ja, verliefd zijn, inderdaad. Ja, helemaal. Inderdaad. Ja. All right, dan gaan wij door naar de volgende. Dat is tevens de lyric van de week. Laten we eerst even inleiden. Want Jonna Fraser dropte zijn nieuwe album Bless for Life na aankondiging van zijn concert in de Afwas Live. En daar heeft Wout een lyricje uit kunnen halen, man. Surprise album van Jonna. Ja, hoe ik het dus wilde doen, we bespreken gewoon de nummers van het album. En als we bij het nummer komen met de lyric, dan draait de lyric. Oké, alright. Wat even de lijst.
Ja, inderdaad. Want er was natuurlijk waar het mee begon, was Spuistraat. Spuistraat. Mm-hmm. En voor de beseffers, deze was al wel een tijdje uit. Deze was al gelekt. Maar ik heb deze track dus al gewoon meerdere keer geluisterd. Gewoon al echt gewoon best lang geleden. Ja, 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 dus ja, ik zag Spuistraat en ik was hyped. Want Kevin met die lines, ik heb mijn Batman om in mijn Batmobile. Ja, is gek. Dat is vet. En hetgeen natuurlijk, de track heet Spuistraat. Mensen die kunnen natuurlijk wel opzoeken waar de Spuistraat is. Maar het gekke aan dat deze track Spuistraat heet is, elke keer als jij naar het kantoor van Top Notch of Noah's Ark wil met de auto, is er maar één straat via waar je daar, is er maar één straat die je moet hebben om daar te komen. En dat is de Spuistraat. Dus elke keer als je met de waggie naar kantoor wil van TNA, dan moet je over de Spuistraat. Hmm. Dus ja, daar is John alvast wel eens te vinden met zijn waggie. Denk het ook wel, ja. Dus dat vond ik ook gewoon sick. Aangezien je regelmatig op de Spuistraat loopt. Alright, ja, alright. Dus, nice. Herkenbaar. Ja. En je wil elke track pakken? Ja, maar berichten heb ik niet zo heel veel over te zeggen. Alleen de line van zelfs als ik dans zie, denk ik aan jou, vond ik wel gewoon, die bleef in mijn hoofd zitten, weet je wel. Die pakt jou heel even. Ja, ja, mooi. Ik vond Tonight ook niet echt waarvan ik dacht, dat is het enige wat ik met het allemaal wel. Het was wel veel, ja, het was veel Jonna dingen. Maar dat betekent niet dat het slecht is. Dat betekent meer van, oké, dan ga je cherrypicken. En dan, welke Jonna tune vond je het hardste? Dan ga ik toch naar Samen met mij. Dat was dan wel mijn favoriete Jonna type tune. Maar die is ook al wel lang uit, die, zeg maar. Inderdaad ook al lang uit. En zaterdag freestyle vond ik dan ook hard. Maar bijvoorbeeld neem je een Candela of zo. Dat is dan niet echt iets waarvan ik denk, oké, dat ga ik vaker draaien. Maar ik vond Candela wel nice, hoor. Er is niks bij waarvan ik denk, dit vond ik echt niks. KM naar die pokoe van laatst. KM met deze, ik weet niet, man. Die man kan echt hits. Maar Dopey ook, hè? Doughboy kwam ook met, vond ik ook met een harde feature. Ja, maar die pokoe was ook al lang uit, inderdaad. Dus zeg maar, ik moet wel, als ik dit naar dit album kijk, de singles van dit album goed gekozen, man. Ja. Zeker. De singles waren echt goede pokoes, want ja, Tonight, lekker, maar niet heel memorabel. Ja, Ralf die ging het al een beetje, die pakte al een aantal tracks, maar Toet La Night was al uit, hit. Zelfde gedachtes met Frenna en Serrano. Prima, ook niet heel memorabel. Nee, maar wel vet. Ja, Candela, ik vind Candela wel hard, maar is ook niet mijn top 4. Degene die ik, zeg maar, nog het meeste hitpotentie vindt hebben, single-achtig, is Mami Go met Issy. Dat is wel echt... Echt lekker. Dat is echt een lekkere tune. Werkt wel Issy er ook op. Ja, ik vind het heel mooi om Issy te zien op die track bij Jonna. En dat het ook gewoon een van mijn highlights is van die tape. Ja, want zeg maar, ja, voor Issy is het er ook elke keer van, wat komt er nu van Issy? Mm. En dat heb ik trouwens ook al. Ik ben benieuwd of er deze zomer weer een keer een hit komt van Issy. Ja, alleen. Ja, misschien dat er wel mensen opstaan, maar hij heeft natuurlijk Peperzien, Scooter. Ja. Dat zijn de grootste hits. Ja, inderdaad, dat je dan weer gaat doorpakken op iets. Dat hij weer een keer de guy is die... En hij staat nou regelmatig op pokus die hits zijn. Ja, klopt. Maar wanneer komt er weer een... Inderdaad, daar ben ik wel op aan het wachten. Ja. Maar de lyric van de week, die zit in de track Zaterdag Freestyle. Ja, harde track. Had echt niet anders gekund. Jonna op bars, dus die gaan we nu voor jullie draaien. Dit is Jonna Frezel, Zaterdag Freestyle. Ga wel hard, niet in de fit, maar aan de bar. Geen meer ruimte om te dansen. De DJ draait niet helemaal mijn ding, maar ik versta hem. Een shot voor iedereen. De reden waarom ik deze line heb gepakt is gewoon, of ja, en het gaat vooral om de line van de DJ draait niet helemaal ding, maar ik versta hem. Ik had die zelf ook. Ik dacht, hey Jonna, je praat met me, man. Want op bijna elke functie dat ik ben ik wel aan het dansen, maar denk elke jaar, de DJ draait niet mijn shit. Maar ik versta hem wel. Dus ik ben, zeggen, read the room. Ja, maar je ziet me altijd moves maken, je ziet me altijd dansjes doen. Maar ook al als ik de DJ niet helemaal, zeg maar, als het niet helemaal mijn tunes zijn, maar ik versta hem wel. Zelfs met carnaval zie je me ook dansen doen, maar ik versta, dan versta ik de DJ. Dan ben ik doof, man. Ik vind het echt mooi dat je hem gekozen hebt, Wout. Want ik had hem voor de eerste keer op, ooitje in de thuisstoel in de zon. En toen zei dit en dacht ik, wacht even. Maar wie herken ik dit nou? Toen ik even nadenken en dacht, ja, Wout, fucking zoete koud. Ja, ik denk echt, hey, deze is gewoon letterlijk. Is echt, ik had ook echt letterlijk bij mezelf situaties waarvan ik dacht, hey, dat is eigenlijk die feestjes toch bij nieuwjaar en zo. Dat die DJ's daar komen, dat ze allemaal andere shit draaien, dat het allemaal lekker is. Ja. Dat soort shit, man. Heel lekker. Dus deze track vond ik ook gewoon een banger, man. Rap shit. Holy shit. Hij heeft ook een line dat hij zegt, manager laat me gaan, maar Jonna, het gaat om 100k. En dat is, ik vind het grappig, want Jonna heeft een paar jaar geleden ook al een line gehad, waarin hij zeg maar zegt dat zijn manager hem
lastig blijft vallen, want hij kan money pakken. Dus ik weet die line niet meer van mijn hoofd. Ja, dat is een inleensessie. En hij had nog een line. En dit vond ik ook echt dik. Wanneer mijn jongens independent gaan, spring ik op eerste singles. Ja. Dacht ik, ja, hey, John Lemon. Dik, man. Puur. Ja, uit die track wil ik dan nog even één lyric highlighten, als dat mag. Ja, tuurlijk. Als dat mag. Hij zegt, humble moet je zijn, maar soms moet je ze reminden. En met deze track dacht ik even van, wat, dit is in één zin precies wat je hoe bent, track voelt voor mij. Wat die is. John, ja, heel John album, kan het gewoon. Heel het album. Man. Maar dat is, ik vond de bonus track ook fucking hard. Blessed for life. Inderdaad. Zeg maar, op die bonus track, zeg maar, ik zeg heel erg, dan gaat hij wel heel hoog aan het begin. Ja. Ain't really fucking with that. Nee, maar eens. Dan gaat hij praten en dan, dat is de allerpuurste shit van heel het album. Hmm. Ja. Zeg maar, de allerpuurste shit van heel het album staat op die laatste track. Dat is die verse. Dat ik echt van, ja man, John, je bent echt mee aan het praten. Ik wil dan nog zeggen over de track Suicide Doors. Die kon misschien bekend voorkomen. Want een tijd geleden, nou al best wel lang geleden, was er een clip van Jonna en Ziyech in de Waggy. En toen waren ze een tune aan het producer Ziyech of Hakim Ziyech? Nee, Hakim Ziyech. Okay. Een hele dope track. Een van mijn favorieten. Die staat ook in de playlist. En in Friday zat een Tem sample. Niet opgevallen? Nee, maar... Nee. In Friday zit een Tem sample. Ja, weet je wat? Ik ga hem gewoon gooien dan. Dan kan je nou meteen horen dat er in Friday een Tem sample zit. Nee, meestal ben ik wel scherp daarop, maar... Ja, ik hoor hem. Ja. Is Tems. Ja. En ik, maar wat ik dus, zeg maar, deze pokoe had ik of Ronnie Flex nog op willen horen. Of misschien had Hev het kunnen killen. Maar dit klonk voor mij echt als een Wait For You. Ik zou het TikTok Tems. Alright. Iemand nog iets kwijt over de album? Ik ben even die verrassingsfactor heeft mij ook echt zwaar gedragen, man. Ja, heel zwaar. Maakt mij echt zo hype. Dat vond ik ook vet. Dat zijn maar een paar mensen die dat kunnen doen. Hè? Kevin had dat ook met Plenty Bars mm-hmm. inderdaad. En Jonna doet het ook gewoon. En maar, Meeting Met Mezelf met M's. Was ook heel hard. De titel doet de track gewoon, is perfect. Het is gewoon inderdaad Meeting Met Jezelf. En laat ook weer, want pas was bij Kick It Met, waren Quinten en Jurrie en Timber te gast. En die hadden het ook over favoriete rappers. Dan hadden ze over M's. Dan dacht ik eigenlijk... Waarom blijft Ems inderdaad altijd buiten discussie doorbroeien? Maar Ems is echt ander niveau, man. Ja, ik vind Ems fucking goed. Ja. Ik vind het jammer dat... Ik hou van broederliefde, maar ik vind het jammer dat doorbroederliefde Ems nooit dat gaat bereiken waarschijnlijk. Ik heb daar vaker over nagedacht van wat... Ja, maar ik weet, Ems gaat solo niks doen. Maar ik weet niet. Ik zou daar nog wel eens een keer een convo met hem over willen hebben. Ik heb iets in mijn hoofd wat al vet, wat misschien wel wat tof zou zijn. Alright. Ja, guys, laten wij gewoon doorgaan naar de shout-outs, man. Nou, laten we beginnen met iets wat vet is voor ADF. ADF Samski dan. Beach Boy en ADF Samski met Like Me. Vond heel vet dat het eerst gebeurd, man. Ik vind het heerlijk. Heel dik dat het eerst gebeurd. Ik weet niet of het de juiste US feature was om mee te beginnen, voor mij persoonlijk. Kijk, ik weet dus niet hoe deze link-up is gekomen. Dat is het enige wat ik niet weet. Maar ik heb deze al lang, zeg maar, hun met elkaar zien volgen op Insta. Gewoon. Deze tune, ik wist al lang dat er een tune met Beast Boy aankwam, terwijl ik hem helemaal niet kende. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, deze track was die met Jack en Samski out of the water, man. Ja. Dit is een fucking vibe, deze pokoe. Mm. Ik vind het echt super hard, deze. Super, ja, ik heb er echt van genoten. De juiste internationale feature, I don't care. Want de pokoe klopt, man. Ik vind de pokoe klopt. Ja. Aan alle kanten. Ik vind het echt een van de favoriete pokoes deze week. Super hard. Ja, alright. Laten we doorgaan dan. Naar Ice met Blakka, Deze Leven. Vond een harde tune. Maar ik ook. Ja, ik vond het wel even wennen aan Ice, omdat hij natuurlijk lang even... Ja. Ik vind het echt dope. Ik vind het eigenlijk wel dope dat Ice dat goed... Ja, sowieso. Ja, het was voor mij ook wel een beetje een reminder van... Oh shit, Ice kan ook nog... Pokus maken, weet je. Ja, inderdaad. Ze vond ik wel vet. Wat vonden jullie van Blakka? Ja. Wel gewoon oké, eigenlijk. Niet dat ik even... Ik vond het ook maar gewoon oké. Ja. Ik vond ook prima songwriting. Ja. Ik vond de songwriting dat vond goed. Was gewoon... Dat klopte. Dus... Alright. MRD met Big Stepper. Heel dik nummer. Ja, man. Heel dik nummer. Ja, man. MRD. Oiki. We gaan samen een pokoe maken. Alright, nice. Brookzout met Scandalous. Deze track klinkt voor mij alsof hij internationaal viraal zou kunnen gaan. Ik heb het idee dat ik deze track al ooit ergens heb gehoord. Ja, klopt. Omdat hij hem al best wel lang hij is best wel lang geteased. Dus ja, Scandalous en dat refrein. Maar ik zie gewoon met heel deze pokken zie ik mensen TikTok-video's maken. Mocht je een sound willen pakken voor je TikToks als je aan het kijken bent. Inderdaad, pak Scandalous. Pak Scandalous van Brookzout. Dus dit is echt wel een vibe.
En nou, een van mijn lievelingstunes deze week. Romano, Santino, Snoe, Olly en Bryce met Gas. Ja. Super lekker nummer. Hebben jullie de Rido Montagne referentie gehoord? Ik gooi hem. Weet het? Op een gegeven moment zegt hij dat een chickie met een scooter, zijn waterscooter over de straat van Gibraltar naar Spanje is gegaan. Dat heeft Taggie ooit gedaan. Ja, zegt hij daar. Van Marokko naar Spanje is die daar zo maar overheen gescootied. En gewoon ducking for the fat. Ik vind, en wij hebben met al deze boys ook connectie. Romano hebben we uit opgenomen. Bryce hebben we gecheckt. Ja, Firescold. En Slew is natuurlijk gewoon onze guy. Kun je kennen van de root sessies. Het enige wat ik gewoon moet zeggen over deze pokoe, en is een line van Romano, dat ik wel, weet je, dat ik wel echt zo deed. Want dan praat hij over van de street zijn en dan in de appie 10 pakken en 2 scannen bij de zelfscan. Hey, die moest ik ook even opgeschreven. En toen dacht ik wel, dat is echt kijk, die shit, Romano is hard, maar hoe de fuck ga je inzeggen dat je street bent en daarna zeggen dat je bij de appie steelt? En hoezo zeggen rappers dat überhaupt in de pokoe? Ja. Dacht ik wel van, hey, deze lijn zat ik gelaten, man. Maar ik vond het wel fat toe. Zeg maar, ik snap het ook alweer, want ik praat er nou over. Dus het werkt wel. Het werkt dan wel. Ja, het werkt is wel. Ook wel eens maar zo, ik dacht, geen rappers moeten niet opscheppen over Tori zetten bij een Albert Heijn bij de over zelfscan. Over een paar tientjes waarschijnlijk. Ja. Laten we doorgaan naar de laatste shout-out, man. Mm-hmm. Quincy Promes kwam met een 2-pack. Aichom. Ja, ik was hierover te spreken, man. Jij niet zomaar. Ik vind deze twee pokus van Quincy Promes, vind ik twee van zijn beste die hij ooit heeft gedropt. En als jij niet weet dat hij een voetballer is, zou je dat niet merken aan deze pokus. Oh nee, maar daar heb ik sowieso nooit bij Quincy Promes. Nee, maar ik vond dit echt twee sterke pokus. Ik luister ze zelf gewoon vaak. Ik dacht echt, ja man, Quincy, dit is dope shit. Hé, maar was jou die sample ook opgevallen? Drake sample, maar gooi alsjeblieft de naam van de poku. Teenage Fever. Maar mij niet. Nee, Quincy, was niet opgevallen. Quincy Promes op een Drake sample. Ja, was hij mensen lag Drake ook in die track. Op, ja, geen Drake, maar Draco. Drake. Ja, inderdaad. Ja. Super vet. Maar ja. Dat is op Liars. En de andere tracks met Young Ali sample die Drake. En die heet Comfort Me. Daar zeggen ze ook in die sample. Ja. Dus dat is super wel echt vet. Ja, heel dope. Ik was hyped over deze Quincy Promes. Laten wij doorgaan naar de classic van de Meek, man. Deze was deze week voor mij. En was de tune waardoor ik hiphop ben gaan luisteren. Double O van Jesser en Sjaak. Echt, er is ook nog een versie 2 van gemaakt trouwens. Ja. Die was minder, maar dit is echt een van mijn lievelings. Mag ik hem draaien? Ga ervoor. Dubbel, check eens hoe ik flauw hou. Dames zeggen hey, mokkelen zeggen way. Dubbel, check eens hoe ik flauw hou. Dames zeggen hey, mokkelen zeggen way. Ik neem je mee naar mijn Oost. Ah, switcher hoor. Achterop die scooter. Met die vrouw met die knuppel. Die dan zoiets kapot slaat. Ja, heel vet. Ik geweldig. Heb echt deze tune echt vaak met hem. Met Jurgen geluisterd. Hij heeft die echt veel. Heel veel geluisterd. Kom er nog vaak wel eens naar terug. Ah. Zeg maar, dus, ik weet nog wel. Ik was nooit. Ik heb nooit Sjaak gecheckt vroeger en zo. Zeg maar. Stukje lopen. Echt fucking vet. Toen was Sjaak nog echt op hip-hop. Ja, toen echt op hip-hop. Oh man, dat was hij weer voor deze week. Dames en heren, ik wil jullie bedanken voor het kijken of het luisteren naar de Paas de Ouds podcast. Dit waren je boys Ralf Smit, Jurmaas, mezelf, Wout Zulekuil. Kijk het op YouTube. Like de video. Comment de beste track van deze week. Kijk op Spotify. Geef ons 5 sterren. Doe het alsjeblieft supporten, boys. Een beetje. Volgende week zijn we gewoon weer terug. Maandagmiddag, 4 uur. Alles rap en hiphop. We zien je dan graag terug. Tot volgende week. Later.